De vraag is, waarom is de rode pick-up die Calder later beschreef niet te zien in de reconstructie van het atelier van Piet Mondriaan op de tentoonstelling van Calder in het gemeentemuseum in Den Haag? En dat heeft ermee te maken dat de reconstructie van het atelier die hier nu te zien is gebaseerd is op de situatie in 1926. En in 1926 zijn er hele goede foto's gemaakt van dat atelier, waardoor het later mogelijk was om dat atelier te kunnen reconstrueren. Deze reconstructie is dan ook te zien geweest op andere tentoonstellingen in het verleden. Alleen het moment dat Calder het atelier van Piet Mondriaan bezocht was in oktober 1930. En er zijn een aantal kleine verschillen met de situatie van 1926. En een van die verschillen is bijvoorbeeld die rode pick-up. Om die verschillen duidelijk te maken voor het publiek, hebben we rondom het atelier een ruimte ingericht met allemaal originele documenten uit die tijd om aan te geven waar die verschillen in zaten. Bent u daarin geïnteresseerd en zou u dat ook willen weten? Kom dan naar de tentoonstelling die nog te zien is tot en met 28 mei hier in het gemeentemuseum in Den Haag.